Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag deze WX350 van Sony repareren. Hij is kapot, ik laat jullie zien wat eraan is. We gaan draaien, 3D printen. Het wordt één groot feest. Mochten jullie je nou willen abonneren, hieronder heb ik nou ook een logo. Hey, we kunnen dat ook abonneren. Dus ook gevonden weer. Ja, het is allemaal mooi hè. Ik zou zeggen abonneer. Vergeet niet op het belletje te klikken. En dan zou ik zeggen, veel kijkplezier. Nou, we hebben deze gebruikt gekocht. Het is de WX350 van Sony. Waarom heb ik die gekocht? Deze camera waar ik nou mee film, dus de RX100. De derde generatie. Maar er zitten dezelfde accu's in. En dezelfde SD-kaarten. Dan hoef ik niet extra accu's te kopen. Dus, en die heb ik gebruikt, gekocht. Voor het schrikbarende bedrag van €25 inclusief verzenden. En waarom? Hij mist het draaiknopje en het middelste functieknopje. Nou heb ik in de beschrijving gelezen dat je geen draaiknopje nodig hebt. Omdat, en je kan hier duwen, en je kan daar duwen, en daar, en daar. Met deze twee kan je hetzelfde als de draaifunctie. Dus de draaifunctie gebruiken we niet. En moet alleen in dat kleine gaatje moeten we een knopje zien te freutelen. Dus we gaan een draaiknop, of een gewoon drukknopje maken. En een grote drukknop. Nou, toevallig pas dit schroefdraaiertje hierin. Luister goed. Als ik erop duw. Dan knikt dat. En ja, ik heb een beetje speling, dus het moet iets groter zijn dan de voorkant van dit schroevendraaiertje. Ik draai gewoon iets rond af. Ik maak dat zo een rond dingetje, laat ik uitsteken, zo breed is dit. Dus eigenlijk deze diameter. En dan veil ik dat gewoon een beetje plat, dat dat daarin past. En dan lijm ik dat daar gewoon, of ja, lijm ik dat niet op. Maar ik zorg dat er een kraagje aan komt. En dan komt hier een knopje op, dat lijm ik er wel vast op. Dat drukknopje er niet uitvalt. Nou ja, als het niet duidelijk is. Jullie gaan het zien. Dus we gaan eerst op het draaibank het knopje maken. En dan gaan we op de 3D printer gaan we de grote knop maken. Stukje aluminium. Komt van een antenne af. Nou, we gaan eerst kijken hoe breed dat ding is. 1,8. Nou, ik denk 2 mm dat ik dat moet maken. Ik dacht even dat hij kapot was. Nou, een kanaal meten. Nou, hij staat op 0. Dus daar, om daar 3 mm van te maken, dan moeten we hier 2,5 tiende maken. Want het is gewoon een schuifmaat. Dus alles moet je delen door 2.
wat je eraf wil halen. Je haalt dus hier aan deze kant 2/10 eraf, dan haal je aan de andere kant ook. Dan is dus 1/10, dus 1/2 millimeter. Dus even kijken, even overheen kijken. Ja, is precies 3,5 is die. Nou, perfect. Moet naar 2 worden. Nog een kan aanmeten. Kijk. Dat is toch nauwkeurig, hè? Dacht ik toch zo. Ja. Dus mocht je nou geen digitale aflezing hebben op je draaibank, je pakt gewoon een schuifmaat. Maar je moet wel opletten dat je een schuifmaat pakt die, als die uitgaat en je gaat hier aan draaien, dat die dan weer verder gaat waar die was. Want anders, als die dan weer op nul begint, dan ben je je maten kwijt. Dus dan moet je even opletten als je in de winkel bent. Dan moet je ze even pakken. Als je hem uitmaakt en je zet hem in de midden op 0, dan moet hij ook weer niet, en je draait hem naar 10 mm bijvoorbeeld, dan moet hij ook bij 10 weer verder gaan. En dat doen deze schuifmaten. Ik heb er hier eentje aan, ik heb er hier eentje gemonteerd voor de hoogte. Kijk, als ik nou begin te schuiven. Oh, als ik er mee schuif, dan springt hij aan. Gewoon op de stand waar hij op stond. Dat moet je hebben. Nou, de originele knopjes die zijn, zeg maar 4,2, 4,5, 4. Dus we maken een 4 mm dit asje. Nou. Dus 4,1. Zo. ...3,97. Nou, dat is perfect. Nou, het is klaar. We gaan er 2 platte kantjes aan veilen. En dan moet die in de camera passen. Dan heb ik het drukknopje in ieder geval al klaar. Nou. We hebben nu eigenlijk, als ik het jullie zo laat zien, zo'n zelf een drukknopje nagemaakt. Als hier. Alleen, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, dat gaat dus ovaal. En ik heb de langste, de breedste afstand gepakt. Dat was 2 mm tenminste. Klopt dat? Ja. Ja. 1,96.
En dit is 2. Dus dat klopt wel. Dan moet ik daar 2 vlakke kantjes aan veilen. En dan moet ik passen of het daar past. Nou, ik gebruik een veil die aan deze kant glad is. En aan die kant heeft hij een veile kant. Dan ga ik de gladde kant gebruiken voor dit af te veilen. Maar voordat ik dat doe, zet ik die in de spantang. Want dat ding kan ik niet vasthouden. Oeh. Dat is 1 mm, dat moet nog 2,5 vanaf. En dat doen we gewoon op het oog. Ik hou nou deze lijn aan hier, van die spantang. Kijk, ik ben die schuins aan het maken. Boven is hij al 1 en onder is hij nog niet 1. Dus ik moet die eventjes een beetje zo houden. Hij doet het al. Dan heb ik alleen denk ik 1 foutje gemaakt. Ik heb er geen randje aan gemaakt zodat het knopje niet eruit kan vallen. Dus daar moet ik nog wat op verzinnen. Dus nu kunnen we al. Als ik het menu aanklik, kan ik al. Door het menu wandelen. Nou, dat gaat goed. Uit. Nou, het knopje werkt in ieder geval. Nu nog het knopje eronder mee maken. En anders draai ik het kleine knopje nog wat af. Dat er een klein randje aan komt. Dat wordt wel heel gepiel. Dan moet ik het hier nog een stukje afdraaien. Zodat hier een opstaand randje komt, dat het knopje niet eruit kan vallen. Dus daar moet ik nog even aan werken. Maar het knopje in ieder geval, wat te drukken, is klaar. Misschien dat ik er wat siliconen keer aan doen of zoiets. Dat het gewoon vast zit, dat het er niet uitvalt. Dat kan ik natuurlijk ook nog doen. Maar ja, het past erin. Nou, dat is wel een stuk handiger om te gebruiken dan het was. Nou, we hebben het knopje klaar. En ik heb achter nog een uitsparing gemaakt. Daar. Zodat nog... Ik kan misschien nog een ringetje aan dat aluminium plakken, zodat het knopje niet eruit valt. Daarom heb ik dat uitsparingje nog gemaakt.
Maar dan moet ik nog even kijken of dat gaat. Of ik zo'n klein ringetje kan printen en anders moet ik er eentje draaien. Maar die is in een millimeter bij een millimeter met een gat van 4. Zou dat dan moeten worden. Ik ga het toch proberen. Nou, ik heb het op Cura gezet. Gaan we het printen. Het zou een minuutje duren. Nou, dit is het wieltje. En dit is dat ringetje wat ik geprint heb. En dat ringetje dat past hierin. Zo nauwkeurig print mijn printer. Nou, we gaan het monteren. Nou. Eerst kijken of mijn grote knop hierin past. Past hij wel aan de achterkant erin? Het gat is wat aan de kleine kant. Even kijken of dat ringetje erop past. Nou, dat ringetje dat past er wel overheen. Dus we moeten het gat wat groter maken. Het ding was 4. Pak even een boordje van 4. Ik heb alleen 4,17. Ja, dat is perfect. Kijken of er allemaal dadelijk al klikt en doet. Ja, dat gaat hem worden. Nou, ik kan het niet zien, zo klein is het. Ik moet het even laten drogen. Nou, hij is droog. Dat kleine pielen dingetje. We gaan hem erin monteren. Hij moet hierin. Doet het fijn. Met dat ringetje erop doet hij het ook. Nou, dan gaan we het ringetje vastzetten. Heel dun wat secondenlijm hier op doen. En nu wachten. Hij is al vast. Dus we kunnen zo door het menu lopen. Wacht, ik zal dat wat uitzoomen. Ja, we kunnen nu zo door het menu lopen. En dan hier kan ik kiezen. Hier kan ik wat terug. Nou, hier kan ik wel kiezen. Dat is ideaal. Heb het knopje weer gemaakt. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben en gekeken hebben naar deze camera reparatie. Ja,
het is echt een prinsesje geworden. Even kijken, we moeten hem zo... Kijk eens hoe mooi. Dat is toch echt het abonneren waard, of niet? Ik zou zeggen, abonneer. Ja, hieronder heb ik dat ding dan. Dan kan je op klikken. Dat is nog makkelijker. Vergeet niet het belletje aan te klikken, want ik heb niet altijd hetzelfde uploadschema. Het wordt beter, maar ik krijg maar niet filmpjes in voorraad. Dus wat jullie zien is echt gewoon in deze week opgenomen. Ik probeer een voorraadje te gaan maken, maar het lukt steeds niet, want ik heb zoveel projecten niet. Het zijn steeds kleine dingetjes, dus het is soms moeilijk om iets te zoeken. Nou, ik zou zeggen... Tot de volgende. Dag, dag.